Afgelopen zaterdag is het Sprookjesfestival van 2012 geopend. Er zijn tot en met 21 oktober weer vele activiteiten georganiseerd voor sprookjesliefhebbers van jong tot oud. Ik geef vandaag een workshop hier, tover je magische toverbal eigenlijk, voor het Sprookjesfestival. Dus ja, hartstikke leuk. Ik ben zelf gek van sprookjes, vandaar dat ik al 3 jaar nu eigenlijk deze activiteit organiseer. Elk jaar is het weer een beetje zoeken van wat gaan we doen. En dit jaar had ik zoiets van, in het kader van duurzaamheid ga ik iets met filterballen doen. Dat kinderen leren weer van, hey, wat is nou wol? Waar komt het vandaan? Wat kun je er allemaal mee? En je kunt er gewoon hele leuke dingen van doen. In het kader van sprookjes met kleuren werken maak je dus je eigen magische toverbal, zeg maar. Dus zodoende. Ja, en hoe loopt dat proces om zo'n bal te kunnen maken? Ik maak als eerste met vulwol maak ik een bal. Die doe ik in een pantykousje en die vilt ik zelf in de wasmachine, zodat je mooie ronde ballen krijgt. Daarna gaan de kinderen die kiezen een kleur en die prik je er eigenlijk met een viltnaald erop. En daarna doe je hem in wat water en dan ga je hem met zeep doen en dan is het uiteindelijk een bal en dan voel je die kleurtjes niet meer zo zacht. Met water en zeep, en met name warm water en zeep, heb je een soort wrijving maak je doordat je het laat, je drukt de ballen in en je draait de ballen. En door die wrijving gaan de wolvezels in elkaar haken, waardoor het dus een stevig geheel eigenlijk wordt. En dat is nou het leuke van kinderen. Het is magie wat onder je handen gebeurt. En een hele hoop kinderen weten dat eigenlijk niet, hoe dat gaat. Dus die zijn ook heel verbaasd van, hey, hoe kan dat nou? Je hebt eerst losse stukjes wol en daarna heb je in één keer, zit dat vast aan een bal. En dan is het mooi rond. En ook die beweging met de handen doet voor kinderen is ook een beetje meditatief eigenlijk. Zodat ze een beetje gewoon lekker rustig. Ja, je kunt er lekker bij dromen. Je kunt voor allerlei verhalen voor jezelf dan gaan vertellen wat die bal doet met jou. Dus dat is eigenlijk het proces voor filterballen maken. En welke kleurtjes heb je allemaal gebruikt voor deze toverbal? Ik heb paars, wit, blauw, geel, groen, oranje. Alle kleurtjes heb ik gebruikt die daar liggen. En hoeveel ballen ga jij maken vandaag? Ik denk dat ik er vandaag 1 of 2 ga maken. En wat ga je ermee doen thuis? Ik ga er thuis even mee toveren. Hocus pocus, Pilatus pas. Ik wou dat deze bal nu weg was.